Halo guys, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Welcome back to Obri, obrolan ringan dengan Yusa Nugraha. Kali ini aku akan Obri bersama pemain keturunan Indonesia-Belanda. Dia bermain di Liga Belanda, Eredivisie. Musim ini dia akan bermain di klub PEC Zwolle. Dia berposisi di gelandang serang dan juga di winger. Namanya adalah Eliano Reinders. Mungkin kalian juga tahu kakaknya Tijani Reinders yang kemarin dipanggil untuk timnas senior Belanda. Nah, kali ini aku akan obri dengan adiknya, Eliano Reinders. Jadi ikuti obriku kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sebelum kita mulai, kita akan lihat video highlightnya. Roll the clip. Hallo. Hallo, hoi. Eliano. Even kijken hoor. Hoe gaat het? Goed hoor, met jou. Mooi zo, ja, met mij ook hoor. Ben je aan het rijden? Sorry man dat ik je stoor. Ja. Oh nee, je stoort me totaal niet. Alleen, even kijken, ik moet even mijn telefoon goed neerzetten.
Is goed. Als je, misschien kan je hem Wat dan? gewoon horizontaal zeg maar neerzetten. Ja, perfect. Oh Is ja, goed. wacht, dit is beter, ja. Ben je nu Mooi zo. op vakantie misschien? Of ga je op vakantie? Nee, ook niet. Ik was gewoon even met mijn vriendin een dagje weg in Utrecht. Oké, Dus oké. dat eigenlijk. Oké, maar Dus je hebt ja. nu, hoe heet dat, vrij van voetbal. Geen training of. Ja, ik heb nu, kijk, zomerstop eigenlijk gewoon. Ik begin 26 juni weer. Dan moet ik me weer melden. Oké, 26 juni weer trainen. Is goed. Ja. Nou, voordat ik begin met de interview, ik wil je bedanken dat je tijd hebt gemaakt. Is goed. Eliano, je speelt nu bij FC Utrecht. Ik heb afgelopen seizoen wel bij FC Utrecht gespeeld. Oké, en. Alleen ik keer nu weer terug bij PEC Zwolle. Oh, oké, dus nu terug weer bij PEC Zwolle. Oké, en in welk team speel je bij PEC Zwolle? In de eerste team of in de jong? Ja, gewoon het eerste elftal. Oké, in de eerste elftal. En in welke positie speel je? Ja, middenvelder. Maar ik word ook wel eens op andere posities gezet. Maar ik ben eigenlijk een nummer 10. Oké. Maar ja, ik word ook wel eens op rechtsbuiten, linksbuiten, rechtsback gezet eigenlijk. Oké, dus eigenlijk wel op veel posities. Je Ja, kan. veel posities eigenlijk, Oké, ja. ja. Je hebt veel, zeg maar, je kan op andere zeg maar, positie wennen, zeg maar, adapteren. Oké. Welke positie vind jij het fijnst om te spelen? Ik denk nummer 10, maar dan met twee tienen. Dus dat je met 1-6 speelt eigenlijk. Dus dat ik dan een van de twee tienen ben. Oké, dus 1, oké, 10. Dus zeg maar aanvallend, zeg maar. Ja, aanvallend. En Oké, dan is goed. het fijnst vind ik dan dat ik veel ballen krijg. Oké, en hoe verliep dit seizoen voor jou bij PEC Zwolle? Oké, en hoe verliep dit seizoen voor jou? En wat waren jouw doel of doelen als team en als speler? En heb je dat kunnen behalen misschien qua statistieken? Wat zijn jouw goals of assisten? Kan je misschien meer vertellen over jouw voetbalcarrière? Dus van hoe oud was je begonnen met voetballen en waar heb je allemaal voor gespeeld en hoe ben je terechtgekomen bij FC Utrecht en PEC Zwolle? Verhuurd aan SV Utrecht.
Oké, okay, mooi. Oké, je speelt nu al 3 jaar als prof. Mooi man. En ja, dus. Ik denk 95 wedstrijden in dat verband nu gemaakt. Dat is goede statistieken. Vind ik dan toch? Ja, dat is toch? Oké, okay. Okay, en. Dus je bent nu 22 of 21? Ja. 22. Klopt. En wat is je geboortedatum? 2000. Kort. 2000 wordt 23 oktober 23, dus dit jaar al. Oké, dit jaar was je 23. Oké. Okay. Ja. En van wie heb je geleerd om te kunnen voetballen? Van mijn vader. Die is voetballer geweest. Oké. Okay. Dus eigenlijk van hem en mijn broer hetzelfde. Eigenlijk, mijn broer en ik samen van mijn vader geleerd. Waar heeft jouw vader vroeger gevoetbald als prof? Oké, okay, ook in Amerika voetbal. Ja. Zo, dus. Dat was toen. Nu is het natuurlijk heel groot in Amerika, MLS. Ja, ja. Maar vroeger was het dan wat minder groot en ook minder bekend, laat ik het zo zeggen. Oké, dat is tof man. Heb je misschien planning of, om ook in Amerika te gaan voetballen? Misschien later je carrière of? Ja, natuurlijk proberen het te laten lukken in Europa. Oké, en wat zijn jouw mooiste momenten tot nu toe in je voetbalcarrière? Mijn mooiste momenten tot nu toe in mijn voetbalcarrière zijn denk ik mijn debuut. Doelpunten in de Eredivisie. Vooral dat denk ik. Oké. Okay. Okay. En tegen mijn broer. Okay. Dat is ook een heel mooi moment geweest. Mooi, mooi. En als voetbalspeler, wat zijn jouw sterke punten op het veld? Ik denk mijn loopvermogen, mijn diepgang. Yeah. En een mannetje passeren en een belangrijke paas kunnen spelen, geven en iemand voor de goal zetten. Oké, okay. En waar zou je nog meer in willen verbeteren als speler? Ik denk mijn rendement. Dus nog meer willen sporen, eigenlijk. Dus dodelijk zijn in het voor de goal. Dus scoren, eigenlijk. Oké, dus zeg maar het scherp zijn voor in de 16 meter of voor het goal, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Wie is jouw zwaarste rivaal in de competitie? Mag niet, qua positie als speler. Dat is een hele goede vraag, want we gaan nu natuurlijk naar Maxwell. Ja, ligt er net aan waar ik sta. Ik denk dat ik op nummer 10 sta, dus zou ik zeggen mijn broer. Oké, je broer. Hij speelt, hij is verdedigende middenvelder meer en ik een aanvallende middenvelder. Dus ik denk dat ik tegen hem het wel moeilijk zou krijgen, maar tegen mij het moet. Ja. Oké, dat is ja. Dus dit seizoen was jouw broer, zeg maar jullie maken elkaar zeg maar daardoor ook wel beter, denk ik dan. Ja, tuurlijk. Je hoort ook van elkaar winnen natuurlijk. Ja, klopt. En Eliane, hoe ziet meestal je dag eruit in de competitie? Ik meestal in de ochtend trainen. Na de training meestal krachttraining, de sportschool in, op de club gewoon. En dan heel erg soms heb je dan ook nog een middagtraining, dus ga je nog een keer het veld op. Okay. En je hebt altijd wel ontbijt en lunch eigenlijk op een trainingsdag. Dus ja. Ik ga denk ik om 9 uur meestal op de club zijn. Okay. En dan ben ik rond 2-3 uur wel thuis. Oké.
Oké, okay, en Eliano, je hebt natuurlijk ook een Indonesische bloed. Ja. Wie van je familie komt uit Indonesië? Mijn moeder. Uit welke stad komt ze vandaan in Indonesië? Van Ambon. Oké. Van de Molukken. En ben je ooit naar Indonesië op vakantie geweest? Nee, ik wil nog wel met mijn vriendin samen. Alleen, we hebben natuurlijk nu ook een. Ik heb natuurlijk nu ook een zoontje. We hebben een zoontje. Oké. Een kindje. Ja. Dus het gaat nu wat lastiger natuurlijk, want hij is nog maar net. Hij is nu bijna 4 maanden. Ja, maar dat wordt lastig. Ja. Is het zeker mijn doel om daar naartoe te gaan, naar Indonesië. En eten jullie misschien in Nederland vaak Indonesisch eten? Ja, sowieso. Ja? Wat vind je het lekkerst? Ja, zeker. Indonesisch eten? Nasi met smoor. Hoe noemen we dat smoor? Richa-richa. Oh, richa-richa. Met vis. Richa-richa. Dat. Met vis. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, zulke gerechten, ja. Ik wist eigenlijk alles wel. Wat met de Indonesische keuken te maken heeft. En kopen jullie die bij een restaurant of koken jullie die zelf? Misschien je vriendin koken? Nee, dat wordt dan gewoon gekookt door de oma's. Door mijn moeder, familie. Schoonmoeder, ja. Ja, door familie gewoon. Oké, okay, is goed. Dat is toch wel het lekkerst. Zeker. Koken, zelf koken is altijd het lekkerst. Daarom. En spreek je misschien een klein beetje Indonesisch? Slechte woorden eigenlijk. alleen slechte woorden. Van wie heb je dat geleerd dan? Alleen de slechte woorden. Opa en oma's. Oké. Ja, bij onze familie was het altijd heel belangrijk om de Nederlandse taal heel goed te kunnen. Omdat het belangrijk is in Nederland dat je Nederlands goed kan spreken als je natuurlijk wilt gaan werken. Klopt. Dus dat was belangrijk eigenlijk. En kijk je misschien Indonesisch voetbal? Heb je het misschien ooit gekeken? Ik heb één keer een wedstrijd teruggekeken. Maar dat kwam meer omdat bij mijn team bij Jong Utrecht speelde Ivar. Hij komt nu ook voor de nationale ploeg uit. Klopt. Ivar Jenner, ja. Dus ik heb één keer van hem een wedstrijdje gekeken. Was het even kijken? Afgelopen wedstrijd. Was het debuut in het eerste elftal. In het eerste elftal, klopt. Oké, dus... Okay. Ja, die heb ik even teruggekeken. Want ik wil even kijken hoe dit deed natuurlijk. Maar dat eigenlijk. Mm-hmm. Oké, en de nationale elftal van Indonesië gaat op de 19e tegen Argentinië spelen. Wat vind je daarvan? Natuurlijk. Is natuurlijk voor hun heel erg mooi. Ze spelen tegen de wereldkampioen. Yeah. Ik zag alleen dat Messi niet meedeed, dat hij volgens mij nu op vakantie gaat. Ja, dat is zeker jammer, man. Dat is echt jammer, klopt. Dat is voor hun natuurlijk heel erg jammer, want ik denk dat iedereen wel tegen Messi wil spelen. Ja, zeker. Dus ik denk dat het voor Indonesië heel mooi is natuurlijk tegen een wereldkampioen te kunnen oefenen. Oké. En wat verwacht je van de wedstrijd van Argentinië tegen Indonesië? Ik zou het echt niet weten, eerlijk gezegd. Ja, ik denk zelf dat Argentinië wel gaat winnen. Hoeveel? Hoeveel misschien? Voor predictie van de score? Misschien met 3-1. 3-1. Zoiets. Ja, ik denk dat Indonesië wel kans heeft om te scoren. Mm-hmm. Maar Argentinië is natuurlijk wel een goede ploeg. En oké. Ik heb een vraag die ik meestal stel aan de spelers die ik interview. En dat is zeg maar, stel je voor dat je later of misschien in de komende tijd contact krijgt van de nationale elftal van Indonesië of de nationale bond, dus de PSSI. Als je van hun contact krijgt om uitnodiging krijgt om daar te kunnen spelen voor Indonesië, wat zou dan je antwoord zijn? Eerlijk gezegd moeilijk om te zeggen. Tot nu toe ben ik nog niet echt bezig met de nationale elftal. Ik wil eerst gewoon een steady bij mijn club zijn, laat ik het zo zeggen. Dus daar gewoon. Oké, dus
De, je staat er wel voor open, zeg maar, als die kans komt. Ja, ik vind het gewoon ja, eigenlijk echt lastig om te zeggen. En voor, misschien ook omdat ik nog niet, ja, het is me nog niet gevraagd. Dus ja, ik vind het lastig om te zeggen, vooral omdat ik eigenlijk er nog niet mee bezig ben. Oké. Dat is het meer eigenlijk. Ik ben nu eigenlijk meer bezig om mezelf gewoon goed te presenteren op het ja, club. Bij mijn club gewoon. Ja, en ja. Dan zie ik het uiteindelijk wel eigenlijk. Oké, oké, ja, snap ik, snap ik. Oké. En heb je misschien nog, als laatste vraag, heb je misschien nog iets dat je aan de kijkers wil vertellen? Want zij vroegen mij om jou te interviewen, veel, veel mensen. wat heb ik aan de kijkers te vertellen? Ja, ik zou niet weten wat ik ze moet vertellen. Krijg je ook veel berichten misschien van de kijkers van Indonesië? De supporters misschien van Indonesië? Ja, eigenlijk wel. Ja, van kom to Indonesia. Vooral omdat ik denk ik ook wel Ivar volg. En dat ze dan zo ook op mijn Instagram komen. Ja, ik vind het allemaal wel natuurlijk heel leuk om dat te zien. Dat ze dan ja, berichten sturen. En ik vind het natuurlijk heel leuk dat jij mij ja, interviewt. En dat ja, heel veel ook naar mij vroegen. En ik hoop dat ze ook mij gewoon blijven volgen eigenlijk. Ja, ja. Dus ja, in mijn voetbalcarrière. Dat is altijd mooi natuurlijk. Zeker, zeker. Oké, man. Is goed dan. Ik heb alle vragen kunnen stellen. Ja, ja. Ik wil je nogmaals bedanken voor de tijd. En ik wens je natuurlijk succes met je carrière ook. Bij ja, dit komend seizoen bij PEC Zwolle. Ja, dit komend seizoen bij PEC Zwolle. Dank je wel. En jij ook veel succes met voetbal. Dankjewel, dankjewel. Ja, klopt, klopt, dankjewel. Is goed. Is goed, dankjewel. Tot ziens, ja. Tot ziens, en een fijne dag. Oke, guys. Itulah Obriku bersama Eliano. Semoga kalian bisa mengenal dia lebih baik. Dan semoga kalian suka dengan Obriku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan juga komen gimana pendapat kalian tentang Obri kali ini. And yeah, I see you in the next Obri. Peace.